Welkom bij het verkeersjournaal van donderdag 13 september. We beginnen vandaag met een bericht uit Delft. De herinrichting van de Troelstraalaan wordt deze week afgerond. De Troelstraalaan was afgesloten tussen het Voringplein en Poptahof Noord... Na vrijdag zullen de werkzaamheden zich verplaatsen naar het Poptahof Zuid en dat wordt opnieuw ingericht als plein. Verkeer zal ook dan een omleiding moeten volgen en wanneer de werkzaamheden daar klaar zijn, dat is nog niet bekend. Het François viaduct in Nieuwekerk aan de IJssel wordt vanaf vrijdagavond afgesloten voor het verkeer. De stootplaten op het viaduct worden vervangen. Ook op de rotonde voor het viaduct zal verkeershinder zijn. Er zullen daar verkeersregelaars staan om het verkeer in goede banen te leiden. En hier ziet u de weg. Die wordt afgesloten. Verkeer vanuit de Wijk Kortenoord wordt omgeleid via de Schravenweg en de Kerklaan. De afsluiting duurt tot maandagochtend vijf uur. Als laatste werkzaamheden langs de A4. In verband met reconstructiewerkzaamheden wordt morgenavond vanaf 9 uur de afrit Den Hoorn richting Delft Zuid afgesloten voor het verkeer. En verkeer vanuit Amsterdam richting Den Hoorn wordt omgeleid via de af- en toerit Delft Zuid, de N470. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. En dit was het voor vandaag. Kijk ook eens op onze website. U kunt de uitzendingen terugzien en de informatie nalezen. Het adres is omroepwest.nl. Heel graag tot morgen. Dag.